De gemeente Boxtel verkeert in geldnood. Met het snoeien en weghalen van een groot deel van de hagen denkt de gemeente zo'n kleine 120.000 euro de komende 3 jaar te kunnen besparen. Boxtelaren reageren massaal op dit voor hen onbegrijpelijk plan. Wat er aan de hand is, is dat de gemeente Boxtel die moet bezuinigen. En die heeft het haast afschuwelijke ideeën voorgelegd om deze hagen te laten verwijderen. En niet alleen hier, maar verschillende hagen in Münsel, dat is de wijk waar we nu bij staan. En dat is niet het enige. Ze gaan door heel Boxtel die hagen verwijderen. En het grappige was ook dat wij het afgelopen weekend hebben wij die borden allemaal geplaatst. En er kwamen echt allerlei buurtbewoners naar ons toe. Zo van, we hoefden alleen maar te zeggen van, goh, heeft u ervan gehoord? Ja, en het is dit en belachelijk. En ja, het is gewoon heel zonde. En iedereen die is gewoon verbaasd. Ja. Die is gewoon heel erg verbaasd. Ja. Maar is er ook een beetje begrip? Nou, wat wij hebben tegengekomen, niet. En we hebben inmiddels ook al op een Facebookpagina 200 mensen die gereageerd hebben. En ook enkele mensen die zeiden, nou, wij gaan een klacht indienen bij de gemeente. Dus ja, wij hebben in ieder geval niet echt mensen tegengekomen van, dat ze het snappen. Nee, maar als je ze de heg zo mooi vindt, kan je hem ook adopteren. Zeg, nou, daar zorg ik er zelf al voor. Ja, dat kan. En we kunnen zelf gaan schoffelen. En we kunnen natuurlijk alles gaan doen. Maar ja, ik denk dat dat niet de bedoeling is. En wij hebben natuurlijk niet zo'n mooie snoeimachine als wat zij hebben, dat je hem zo mooi recht krijgt. Dus dan wordt het al heel erg, een beetje handwerk haast. Dat kan haast niet de bedoeling zijn. Ik ben natuurlijk heel erg behept met alle diertjes die hier ook in zitten. Meikevers en egeltjes en alles. Ja. En wat er voor terugkomt, dat heeft niet het effect van waar Boxtel gewoon onbekend staat. Je moet binnenkort de hagen zelf onderhouden. Ik heb het begrepen, ja. Wat vindt u ervan? Ik begrijp het. Ik begrijp dat de gemeente naar mogelijkheden zoekt om te bezuinigen. Dus ik snap het. Ja. Maar is het niet een beetje vergezocht? Ik heb geen inzicht in de kosten daarvan. Maar ik snap wel dat je naar mogelijkheden zoekt. En het is een beetje moeilijk met een haag om daar een tentje in op te slaan. Of je vaste keten aan een haag. Nee, dat kan natuurlijk niet. Ja, we kunnen wel ook hier in de bomen gaan zitten. Maar ik weet niet of die daar geschikt voor zijn. Er is veel commotie, veel weerstand. Kunt u dat begrijpen? Ja, daar kan ik wel begrip voor brengen. Ik denk dat wij hiermee een gevoelig onderwerp aanraken. We hebben natuurlijk als gemeente de opgave om een sluitende begroting aan te bieden aan de raad. Dat hebben we vorig jaar november gedaan. Als onderdeel daarvan hadden we de noodzaak om voor een 3-4 miljoen euro te snijden in de kosten die we jaarlijks maken. En dan hebben we een aantal onderwerpen waarvan we zeggen daar willen we liever van afblijven. Zoals bijvoorbeeld het sociaal domein. Maar dat betekent dat we uit andere onderdelen wel moeten kijken van waar halen we dan de centen vandaan. Ja, je wilt bezuinigen uit mijn hoofd 120.000 euro in 3 jaar, zegt dat goed? Ik weet niet hoe je dat precies tot stand brengt, maar als we het hebben over de hagen, dan hebben we van de raad de opdracht gekregen om per jaar 35.000 euro te besparen op het onderhoud van de hagen. Dat leidt tot een versobering van de openbare ruimte. En omdat we als we ergens iets aan doen, er ook iets anders voor moeten terugbrengen, hebben we in 2022 een beperkt bedrag van 22.000 euro als bezuinigingsopgave. Ja, want die moeten al die heggen eruit gaan halen, die grond moet bewerkt worden, dan moeten we nieuwe dingen in. Het kost ook allemaal veel centen. Ja, vandaar ook dat we zeggen, hè, het eerste jaar hebben we dus minder te bezuinigen dan de jaren daarna. We investeren dus een klein beetje om daarna de voordelen te hebben. We moeten overigens niet alle hagen weghalen, even voor de duidelijkheid. 70% van de hagen blijft gewoon staan. En daar waar wij het liefst zien dat er hulp ontstaat van het instand houden van de hagen, kunnen wij ze natuurlijk ook laten staan. En je kunt ook een haag adopteren? Ja, heel graag zelfs. Dat zien we graag. Of dat nou de buurtvereniging is of een bewoner is. Maar we zien heel graag dat de gemeenschap ons helpt bij onze taak om het groen van Boxtel in stand te houden zonder dat we daar zelf de kosten voor kunnen dragen. Ja, maar staat het niet een beetje haaks op andere acties van de gemeente, zoals de regentonactie en operatie Steenbreek, dan denk ik, hoe groen is Boxtel? Ja, en dat is een beetje ook waarom het zo lastig is om dit onderwerp bij de kop te pakken. Hè? Aan de ene kant
kunnen wij investeren in een duurzame gemeente door onder andere zo'n regentonactie. En aan de andere kant hebben we toch de opgave om te letten op de kosten die wij maken om het allemaal netjes te houden. En daarbij hoort hoe minder spullen je hebt, hoe minder je hoeft te onderhouden. En dat geldt dus ook nu helaas. Maar is het niet een beetje vreemd dan aan de ene kant doe je je voor als een groene gemeente. Aan de andere kant moeten de heggen eruit. En de heggen die zorgen toch voor veel, zitten vogels in, noem maar op, beestjes. Maar daar waar die beestjes vrolijk hun huisvesting hebben, waar de mussen hun beschutting vinden, daar laten we de haken ook gewoon staan. Hè. We hoeven echt niet alle haken weg te halen. We kijken op welke plekken het kan, op welke plekken het verantwoord is. Daarvan hopen we dat nog een deel door anderen wordt overgenomen. We hebben daar al inmiddels een stuk of 10, 20 reacties op ontvangen, positieve reacties. Dus het is niet zo dat alles verdwijnt. Oké, want 1 maart begint het broedseizoen, zal dit jaar wel eerder zijn. Is het dan niet gewoon van nou hup, eruit? Nee, we kunnen sowieso niet zomaar een haag wegtrekken. We zullen altijd goed inspecteren of daar al een bezigheid is in de nestvorming of iets dergelijks. En dan laten we het gewoon nog even staan. We proberen dus door middel van het verminderen van het aantal spullen die we moeten onderhouden, waar we geld in moeten stoppen om het netjes te houden, proberen we de kosten te besparen. Maar dat neemt niet weg dat we op de plekken waar we hagen weghalen ook weer groen toevoegen. En dat kan ook een veel diversere soort zijn. Dan kunnen we een bijenmengsel neerzetten, dan kunnen we vlinderplanten neerzetten, dan kunnen we op een andere manier invulling geven aan biodiversiteit. Dus het is niet alleen maar weghalen van groen, alleen maar weghalen van hagen, maar we brengen er ook iets anders voor terug, alleen met veel lagere onderhoudskosten. Ja, nou zag ik op Omroep Brabant dat die er al aandacht aan gaan besteden. En dat doen ze niet voor niks, denk ik. Is het niet een beetje een vreemd onderwerp? Ja, het is in die zin, als je puur kijkt naar de boodschap, we gaan de hagen weghalen, dan is dat natuurlijk uit zijn verband gerukt. En dan is dat heel merkwaardig voor een bokstol die inzet op een duurzame gemeente waar groen door de bewoners zwaar gewaardeerd wordt, waar wij als gemeentebestuur ook het belang hechten aan een groene gemeente te zijn, aan een duurzame gemeente te zijn, is de kop gemeente Boksel haalt hagen weg natuurlijk een enorme vreemde formulering. Ja, want ik zie wel eens op het Jeugdjournaal bijvoorbeeld, zie ik daar een meisje staan bij op een trottoir waar dan een lantaarnpaal midden op het trottoir staat. En dan zeggen de mensen, hoe komen ze erbij? Is daar hier ook een beetje, hoe halen ze het in de hoofd? Nou ja, ik snap die reactie. Ik kan daar begrip voor opbrengen. En vanuit de redenering die ik net zeg, hè, we gaan de hagen weghalen, snap ik ook dat mensen zeggen, hoe komen ze daar nou weer bij? Maar daar zit echt wel een gedachte achter. En nogmaals, vanuit het verminderen van een aantal onderwerpen wat we moeten bijhouden, het verminderen van de onderhoudskosten en toch aandacht te blijven besteden aan de inrichting van een groene gemeente, is dat een veel genuanceerderende benadering die je niet terugziet in de kop. We gaan de hagen weghalen. Ja, u weet het vast intern ook wel een beetje over de commotie. Is er bij de gemeente na al deze ophef, zijn ze misschien bereid om het besluit te herzien? Is daar een kans toe? We hebben de opdracht van de raad om te bezuinigen. We hebben de opdracht van de raad om dat onder andere in te vullen door het verminderen van het aantal hagen. We hebben de opdracht van de raad om nadrukkelijk te letten op het uitvoeren van de bezuinigingstaakstellingen. Maar desondanks gaan we natuurlijk wel kijken van hoe kunnen we dat optimaliseren en hoe kunnen we dat proces optimaliseren. Ja, maar er is nog wel hoop voor de mensen die er echt falikant tegen zijn, dat het misschien zoals eerder bij de vuilnisbakken geloof ik, dat er iets teruggedraaid wordt. Of? En bij de prullenbakken hebben we ook gezegd, door minder prullenbakken te hebben we minder kosten in het onderhoud van de prullenbakken, hebben we minder kosten aan het elke week leeghalen van die prullenbakken. Dat geldt bij de hagen natuurlijk ook. Het is aan de raad om daar een besluit over te nemen. De raad heeft ons de opdracht gegeven om door middel van het verminderen van het aantal hagen de kosten te besparen. En daar geven wij invulling aan. Een kleine groep demonstranten liet van zich horen vlak voor de raadsvergadering van de gemeente Boksel. Ze zijn het niet eens met het beleid rondom het verwijderen van hagen en heggen. Wat heb jij een mooi bord? Wat staat erop? Haal de hagen niet weg, dat is slecht voor de natuur. En waarom is dat slecht voor de natuur? Omdat ze het er gewoon uit te rekken en te zeden voor de dieren. En waarom staat u hier, mevrouw? Nou ja, want ik ontzettend geniet van de natuur. Kijk, we hebben de mooiste rotonde van Boksel met 3 bomen erop en met een hek. En dat gaat gewoon weg. Kan niet waar zijn, toch?
los van de beesten. Kan niet waar zijn. Ik wil de business case heel graag zien. Ik ben heel benieuwd daar. De business case. Dus hoe is het opgebouwd? Sterk verhaal. Ja, inderdaad. En u, bent u boos? Ik vind het te gek voor woorden. Juist in die hagen, daar kan van alles leven. En dan halen ze dat weg. En dan hoor ik van vaste planten. Nou, waar moet je veel schoffelen? En waar moet je veel onderhoud aan plegen aan vaste planten? Laat lekker die hagen staan. Staan wat staat.